Hoofdstuk 6. Betrek product owners bij je portfolio management proces. Bij het maken van keuzes wordt er uitgegaan van heel veel aannames. Aannames op het gebied van het product. Aannames op het gebied van de onderliggende architectuur. Aannames op het gebied van de gewenste oplossingsrichting. Aannames met betrekking tot de beschikbare capaciteit. En deze kennis is vaak aanwezig bij de onderliggende teams. Bij de product owners, bij de business owners, behorende bij die teams. Betekent dit dan dat je portfolio management zou moeten decentraliseren naar die onderliggende teams? Nee, dat zou ik nou ook weer niet zeggen. Ik denk dat die kennis die daar zit, dat je daar gebruik van moet maken, maar dat je verder moet zeggen dat portfolio management nog steeds een strategisch stuurinstrument is. Dit betekent ook dat het aan te bevelen is dat ieder individueel managementteamlid eigenaar wordt van een strategisch thema. En, heel belangrijk, dat bij het maken van keuzes wel de business owners en de product owners worden betrokken. Een product owner kan bijvoorbeeld zeggen, op het moment dat er een moeilijke discussie is, van nou, ik kan wel een experiment uitvoeren in mijn volgende iteratie en dan kunnen we tijdens een volgende sessie al dan niet besluiten om dit initiatief mee te nemen in ons portfolio. Wat verder ook helpt, is het hebben van een value management office. En ziet het maar als de natuurlijke opvolger van een project of portfolio management office. Zo'n value management office heeft als belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat er een continue stroom is van veranderinitiatieven die veel waarde opleveren. Die je helpen om je strategische doelstellingen te realiseren. Wat ook van belang is, dat zo'n value management office kan aangeven dat een bepaald veranderinitiatief te weinig of wellicht helemaal geen waarde toevoegt. En dan wordt geadviseerd om zo'n initiatief eruit te gooien. Nou, deze en nog veel meer informatie vind je terug in hoofdstuk 6 van het boek.